Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, Pieter Haven, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vorige filmpje hebben we het gehad over de sinusregel. En het blijkt dat er nog iets mis is met de sinusregel. Er is iets geks mee aan de hand. Dat wil ik even laten zien. En ik wil ook even vertellen hoe we dat in de wiskunde dan oplossen. Dus ik zet vast de rekenmachine in beeld. En dan gaan we beginnen met een onschuldig uitziend voorbeeld. Oké. Ik heb een driehoek. Waarin dit hoek A is, dit hoek B, dit hoek C, deze zijde is 6, deze zijde is 5 en deze hoek is 31 graden. En ik wil graag die hoek A gaan berekenen met behulp van de sinusregel. Nou, wat is de sinusregel? Dat was dit. A gedeeld door de sinus van alfa is B gedeeld door de sinus van beta is C gedeeld door de sinus van gamma. Ja? Dus laten we maar even invullen. Zijde A. 6, de sinus van alfa weten we niet. Zijde B is tegenover B is 5. En hoek beta is 31 graden. En die C en die gamma, die weten we niet. Weten we niks van, dus schrijven we lekker niet op. Oké, nou we kunnen nu uitrekenen dat de sinus van alfa gelijk is aan 6 keer de sinus van 31 graden gedeeld door 5. Ofwel, alfa gelijk zou moeten zijn aan de shift sinus van 6 sinus 31 graden gedeeld door 5. Nou, als we dit uitrekenen, dan krijgen we een verrassing. Let op. Dus even invullen. Shift sinus van 6 keer de sinus van 31 graden gedeeld door 5. Gedeeld door moet binnen de haakjes staan. Zo. En dan kom je uit op 38,17 nog wat graden. En dan zeg je, nou is toch leuk. Behalve dat deze hoek totaal geen 38 graden is. Dit is een stompe hoek, zie je dat. Dus het lijkt wel of de sinusregel hier fout is. Nou, er is een aanvullende wiskundige afspraak. En die wiskundige afspraak die zegt het volgende. Namelijk dat de sinus van 180 graden min alfa hetzelfde is als de sinus van alfa. En dat betekent dat er hier eigenlijk twee antwoorden zijn. Je kan hier hebben of 180 graden min die 38,17 graden. En dan ga ik die 38,17 eerst even opslaan in A. Zo. En dan doen we 180 graden min A. En dan kom je uit op 141,8 graden. Puntje, hè? Want we hadden nog niet afgerond. Dus kennelijk, als je met de sinusregel een hoek uitrekent, dan zijn er met de shift sinus, dan zijn er altijd twee mogelijkheden. Namelijk de ene of 180 graden min die ene. En in deze driehoek is dit duidelijk een stompe hoek. Dus dan zeg je niet dat deze hoek 38,17 nog wat graden is, maar dan zeg je dat die 141,8 nog wat graden is. Dus soms, als je eigenlijk altijd, als je de sinusregel gebruikt om een hoek te berekenen, zijn er voor die hoek twee antwoorden. En dan zeg je van, ja, maar hoe ziet deze driehoek er dan uit? Nou, kijk maar. Nu een hoek van 31 graden. Hier 6, hier 5. Dit is A, B, C. En deze hoek A, dat is die 38,17. Ik maak er even 38,2 van. En deze hoek is die 141,8 graden. Dus dit zijn de twee driehoeken die je kan krijgen als je dit als gegevens neemt. Namelijk een hoek met daar tegenover een zijde van 5 en daaraan vast een zijde van 6. Mooi hè? Oké, gaan we ook nog even een som doen. En het lijkt me leuk om even samen te kijken naar echt een verschrikkelijke rotsom. Som 29. Die heb ik wel eens voorgedaan op het bord vroeger, lang geleden. Dus kijken of we hier nog uit kunnen komen. Ze zeggen, in een gebied zijn de gemarkeerde punten A, B, C en D aanwezig. Oké, nou, dat zal dan wel.
Een landmeter wil de afstand AB weten. Nou, in plaats van dat hij die afstand direct opmeet, gaat hij natuurlijk moeilijk doen met de sinusregel, hè, want dat is het idee van de som. Dus laten we even een schetsje maken. Dus dit is A. En dan heb je B. En dan heb je C en D. En dan heb je een rare vierhoek. En dan heb je ook nog diagonalen daarin getekend. Dit is eigenlijk de situatie. Som 29. Oké, en hier moeten we een chocola van maken. Nou, dan zeggen ze, hij meet de afstand CD en de hoeken BAC, BAD, ACD en ADB. Zie je figuur, nou die heb ik op bord staan. Hij vindt CD is 235 meter. Oké, dus dat kan ik moeilijk in de schets zetten, want dan ga ik er doorheen tekenen. Maar die hoeken kan ik hopelijk wel goed in de schets kwijt. BAC, dus BAC, deze hoek, die is 10,3 graden. Oké. BAD, dus het is dezelfde hoek maar aan de andere kant. Deze hoek, die is 16,1 graden. Oké. En ACD is 71,8 graden. ACD, deze, 71,8 graden. En ADB is 152,7. ADB, dus deze hele hoek, die is 152,7 graden. Goed, nou dat is best nogal wat informatie. En de enige zijde die we weten is dus CD. Die zal ik eventjes markeren. Deze zijde weten we en de andere zijdes weten we niet. En verder geven ze niks. Zeg zo, ja, bereken AB. Dus zoek het maar uit eigenlijk. Nou ja, het is natuurlijk een som in de paragraaf over de sinusregel. Dus ik ga ervan uit dat we wel de sinusregel mogen gebruiken. Eigenlijk had ik ook gedacht dat ik nog wel een groter krijtje had liggen ergens. Maar ik pak wel even een nieuw krijtje. Oké. Nou, wat kunnen we doen? Deze zijde is onderdeel van twee driehoeken. Die is onderdeel van ACD en van CBD. Maar van CBD weten we op dit moment nog helemaal niks. Dus ik denk dat we even moeten gaan kijken naar driehoek ACD. Dat gaan we doen. In driehoek ACD. Kunnen we daar de sinusregel opschrijven? Ja, dat kan. Namelijk CD gedeeld door de sinus van hoek A. Dus dat is DAC, hè? Schrijf het allemaal maar even netjes uit. Is gelijk aan, dan hebben we deze hoek, die weten we wel. En die hoek weten we alleen maar helemaal. Dus ik denk dat we even moeten gaan kijken naar die hoek. Is AD gedeeld door de sinus van hoek C. En hoek C is ACD. En misschien hebben we die andere ook nog wel nodig, dus die schrijf ik er wel even achter. Dat is dan AC gedeeld door de sinus van hoek ADC. Hoek ADC is niet gegeven, maar we kunnen hem wel berekenen, dus misschien moet er nog iets mee. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we dus kunnen uitrekenen, in ieder geval hier kunnen we iets uitrekenen. CD was 235 meter. De sinus van DAC. Dat is de sinus van die twee hoeken samen, hè? Dus dat is de sinus van 10,3 plus 16,1 is gelijk aan AD, die kunnen we dan berekenen, dus ja, hopelijk hebben we daar wat aan, gedeeld door de sinus van 71,8 graden. Oké, nou omdat we hier geen hoeken aan het berekenen zijn, hoeven we niet bang te zijn voor dit. Dit is alleen maar eng als je een hoek gaat berekenen met behulp van de sinusregel. En we zijn hier een zijde aan het berekenen, dus dan gaat er niks mis. AD is gelijk aan 235 keer de sinus van 71,8 graden gedeeld door de sinus van, dit kunnen we wel uit ons hoofd, hè, 26,4 graden. Oké, en dat toetsen we even in. Dus dan krijg je 235... keer de sinus van 71,8
gedeeld door de sinus van 26,4. En dan kom je uit op een lengte van 502,0 nog wat. En omdat dit een tussenantwoord is, dit moet je niet gaan zitten afronden. Want als je dit gaat zitten afronden, dan zijn je andere antwoorden eigenlijk allemaal fout. Omdat je hebt zitten afronden. Dus laten we vooral niet afronden en we zetten het in onze rekenmachine bij A. Dus we weten nu dat deze zijde, die AD, die is 502,0 nog wat. Oké, nou, dat is leuk. Maar nu kunnen we iets doen in driehoek ABD. Want driehoek ABD, hè, dan weten we deze hoek. En die zijde willen we weten. En deze hoek, die zit tegenover die 502,0 nog wat. Maar deze hoek kunnen we uitrekenen omdat we die hele hoek D weten. En omdat we die hoek A aan de bovenkant weten, die 16,1. Dus we kunnen nu berekenen dat hoek ABD is 180 graden min de twee andere hoeken, dus 16,1 graden en 152,7 graden. En dat is gelijk aan een getal. Ik toets het maar gewoon even in. 180 min 16,1. Mensen die van de niet-rekenmachine generatie zijn, die denken van dat doe je toch gewoon uit je hoofd. Maar no way. Dus 11,2 graden. Oké, en dat is vanwege hoeken som driehoek. Oké, dus en nu kunnen we dus in driehoek ABD ook de sinusregel gaan opschrijven. En als je dat doet, dan krijg je dus, even kijken hoor. Nou, je krijgt AB gedeeld door de sinus van die hoek D, dus dat is ADB. En je krijgt AD gedeeld door de sinus van hoek ABD. En je krijgt de zijde die we nog niet hebben gehad, dat is BD. Gedeeld door de sinus van hoek A, dus dat is hoek BAD. Oké. Nou, we willen die AB weten. Deze willen we weten. En die hoek ADB, die kennen we. Dat is die 152,7 graden. Die was gegeven. AD hebben we net uitgerekend. Dat was 502, nog wat. Die hadden we opgeslagen in A. En de sinus van die ABD, dat weten we ook. Want die hoek ABD hebben we net uitgerekend. Die was 11,2. Dus als we dit gaan invullen, dan kunnen we tot het antwoord komen. Kijk maar. AB gedeeld door de sinus van ADB, dus dat was 152,7 graden, is gelijk aan AD, dat was die 502,0 nog wat, gedeeld door de sinus van die hoek B, en dat was 11,2 graden. Oké, dus AB is 502,0 puntje keer de sinus van 152,7 graden gedeeld door de sinus van 11,2 graden. En dan zeg je, ja maar meneer, we deden dit toch altijd in twee stappen. Hè, hoe doet u het nou in één stap? Ik zeg dan van, nou ja kijk, je doet het net zo lang in twee stappen als dat jij het nodig vindt om het in twee stappen te doen. En als je in één stap wil doen, dan zeg je van, kijk, als ik die wil weten, doe ik die, kun je die gedeeld door die. Dan zie je dit eigenlijk gewoon als een verhoudingstabel. Dat werkt. Nou, en dan kunnen we AB uitrekenen. Komt-ie. Die 502, nog wat, die hadden we opgeslagen in A. Dus A keer de sinus van 152,7. Zo. Gedeeld door de sinus van 11,2. En dan kom je uit op een antwoord. Moet het weer in meters nauwkeurig? Het moet in meters nauwkeurig. Oké, dus dan wordt het 1186 meter.
Oké, nou, dat is leuk. Wat is een beetje jammer is dat dit gedoe niet voorkwam in deze som. Dat had ik eigenlijk wel een beetje gehoopt. Maar dit komen we nog wel een keer tegen als we straks ook de cosinusregel hebben gehad. En het goede nieuws over de cosinusregel is dat we niet het gedoe hebben dat er soms twee antwoorden zijn. Dus de cosinusregel is een stuk mooier in die zin. Maar hij ziet er ook wel een klein beetje vervelend uit. Maar dat is iets voor het volgende filmpje. We gaan afsluiten. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.